Broskies, welkom terug bij de volgende aflevering van de FIFA 23 Feyenoord Cremode. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Kunnen we ook voor deze aflevering minimaal de 100 likes bereiken. Ben je aan het kijken en je bent nog niet geabonneerd? Abonneer dan nu op mijn kanaal. En vergeet dan niet om je belletje aan te zetten. Oké, als eerste de Naughty Gang. Mark Zwijnenburg. Shane Ruiz. We hebben Char. We hebben Joran Beuselink. We hebben... Wat staat er? I'm Commit. Sorry als ik het fout heb gezegd. The Big Cookie. Gilles. Even kijken. We hebben... Waze, Glacio. Oh, ja, maar dat is eigenlijk gewoon goed. Hou op. De Minecraft Masters. En even kijken. Alien. Wacht, wat? Alien Sarkoban. Oh my god! Volgende persconferentie. Kylian Peters. Als je volgend seizoen een LVA, dan kan je ook Eden Hazard in de winter transferperiode transfervrij naar Feyenoord halen. PS, je bent een legend, bro. Dankjewel. Alleen... We hebben een klein probleempje. Ik heb dus gekeken en Eden Hazard is niet langer transfervrij. Dus helaas, we kunnen, ja, weet je, dan houdt het op. Lorenzo El, my guy, zou Timber niet beoordelen op zijn goals, assist, aangezien je hem als nummer 6 gebruikt. Ik zag ook een andere soortgelijke reactie, daar had ik ook op gereageerd. Weet je wat het is? Uiteindelijk moeten we ze wel op een bepaalde manier beoordelen. En dan komt het toch neer ook op goals en assists. Niet alleen dat, maar dat speelt ook een rol, weet je. Ik bedoel, van als je... Hoeveel wedstrijden zijn er in een seizoen? In de Eredivisie? Hoeveel? Bruh. 34 of zo? Bro, luister. Vlam me niet. In ieder geval zijn best wel veel wedstrijden. Dus als je dan... aan het einde van het seizoen blijft hangen als nummer 6 op 1 doelpunt en 2 assists of zo. Dat is gewoon eigenlijk gewoon ook te weinig. Dan, weet je, snap je wat ik bedoel? Dus uiteindelijk moeten we toch wel ook een beetje beoordelen op goals en assists. Maar als jullie hebben gekeken naar de vorige aflevering, ik had dus Kökçü en Timber omgewisseld. En Timber is dus nu veel beter aan het spelen. Jespertje, wordt Szymański nummer 10? Leuke video trouwens, kijk. Daarvoor doe ik het. Szymański is hard op weg. Ah, wow. Maar nee, man. Ik zat ineens te denken. Kökçü is de nummer 10, man. Dat kan niet, man. Kökçü is gewoon de nummer 10 van Feyenoord. Dat gaan we niet doen. Kijk, Szymański kan wel nummer 8 krijgen. Maar nummer 10 is bezet. Zolang Kökçü bij Feyenoord speelt, is hij gewoon de nummer 10. Luc, my guy. Lang geleden, man. Even kijken. Hilgers blijkt weg te willen bij Twente. Heeft u enige interesse in Hilgers? Zoals ik al zei, Wijnaldum en De Vrij, die wil ik sowieso als eerste halen. Maar Hilgers is inderdaad wel een speler die we misschien... Alleen, we hebben... Wacht even. We gaan even kijken. We hebben Hancko en we hebben Geertruida. Hilgers op de bank? Ja, het zou eigenlijk wel kunnen. Maar ja, we moeten dus eerst Wijnaldum halen en... De Vrij. En dan moeten we daarna verder kijken hoeveel geld we hebben. We hebben sowieso eigenlijk waarschijnlijk niet eens genoeg voor Wijnaldum en De Vrij volgend seizoen. Dus het gaat sowieso lastig worden. Maar ik ga mijn best doen. Broski, sowieso hartstikke bedankt voor alle duimpjes omhoog, alle reacties. Maar het is nu tijd om te gaan beginnen, bro. We gaan beginnen. We gaan beginnen. En ik had al gekeken. Ik heb een foutje Bro, kijk. Wat ik dus altijd doe. Jullie weten het al. Ik ben dus vergeten om de wedstrijd te simuleren tegen FC Emmen. Die wedstrijd hoorde bij de vorige aflevering. Nu snap ik waarom mijn afleveringopname een stukje korter was. Maar ja, oké. Januari. Maar we gaan niemand halen. We hebben sowieso maar 4 miljoen. Dat, ja, weet je. We hebben sowieso geen geld. Weet je. En ik vind dit seizoen het goed zo, man. Want we willen natuurlijk Wijnaldum halen. De Vrij dus. En kijk, we staan... op plek 2 met 1 punt achterstand op... Waar ga ik heen? Op 1 punt achterstand op PSV. Hier, dit is de stand. Ajax op 2 punten op plek 3. Weet je, ik bedoel van het gaat naar FC Twente, is nu al 6 punten. Dat is wel lekker. Dus je ziet het. Weet je, we zitten midden in de strijd. Het is dus ook niet handig als we spelers gaan verkopen. Laat me even snel kijken. Welke spelers hebben we eigenlijk op de lijst? Wow. We hebben een aanbieding voor Wålemark. Maar aan de andere kant, Wålemark ga ik nog een seizoen houden. Maar ik vind dat hij nog wel een kans verdient. En velen van jullie zeggen ook van, geef Wålemark de kans. Dus dat is wat ik ga doen. Benita, 19 jaar, 62 algemeen. Ik bedoel van... Dat is gewoon... Ik ga het gewoon doen, man. En trouwens, Amerika... Ik ga het gewoon doen. Doe ik onderhandelen? Nee, maar we gaan delegeren. Oké, we gaan even terug. We hebben dus de wedstrijd tegen FC Emmen, die gaan we simuleren. Die hoort niet eigenlijk bij deze aflevering. Oké, dit was het. Luister, we hebben de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles, Heerenveen, NSC en natuurlijk de bekerwedstrijd. Sparta. Sparta gaan we sowieso spelen. Ook al was het geen bekerwedstrijd, Sparta spelen we altijd, want we spelen met Feyenoord. Oké, 1 wedstrijd. Heerenveen zit in de top 8 van de Eredivisie. Moeten we ook spelen. Dan ja, blijven er 2 over. En ik denk dat NSC het beter doet dan Go Ahead Eagles. Ik weet het bijna zeker, maar we gaan het even controleren. NSC op plek 12 met 17. Go Ahead Eagles. Laatste plek. Zie je, ik zei het toch? Dus dan is het schema bekend. Wacht even, voor de zekerheid. FC Emmen, simuleren. Go Ahead Eagles, simuleren. Oh, dan pakken we gewoon de laatste... Oké, dus eigenlijk gewoon de laatste drie wedstrijden. Ja, Heerenveen, NEC en Sparta voor de beker. Laatste... Is dat kwartfinale al trouwens? Volgens mij is dat kwartfinale. En we hadden het lastig de laatste keer dat we speelden tegen Sparta. Bro. De wedstrijd tegen FC Emmen. De reden waarom ik... Want we gaan simuleren. Luister, trouwens, ik moet wat laten zien. Want jullie zeggen dit vaker. Maar ik heb het eigenlijk nooit gedaan. Maar nu heb ik het wel gedaan. Let op. We zoeken op wereldklasse, basiselftal kwaliteit en dan kijk. Resterend contract 1 jaar. Dat betekent dus aflopende contracten. Ik ga het doen. Ik ga kijken of we wat kunnen vinden. Wedstrijd simuleren. We gaan gewoon beginnen, man. Want ja, we gaan gewoon beginnen. De wedstrijd is begonnen. FC Emmen. Balbezit. Wij hebben meteen de overname. Dat is wat ik wil zien. Giménez. Mooie paas. Nog. Ah, jammer. Niet waar. Niet waar. Ze hebben nog steeds de bal. FCM. Oké. FCM heeft de eerste kans. B is daar. Oh, mooie paas. Maar de beslissende paas komt er niet aan. Want we hebben het zwaar. Oké, daar is hij. Daar is het doelpunt niet. Wie was dat? Szymański. Tuurlijk Szymański. Hier is hij dan. Hier is hij. Daar is het. En mis, dat was volgens mij Giménez. Ziet er naar uit dat ik moet gaan inspringen. Ik ga het gewoon wel doen, man. Zolang we niet op achterstand komen, want dan wordt het lastig. Want dan wordt het te lastig. FC Emmen. En ik zeg het en het gebeurt. Koning van de jinx. Misschien nu. We verliezen gewoon de bal. We hebben de bal. En nu? Laat me wat kijken. Kökçü, my guy. Ik zie het nu al. Kökçü. Koulibaly, modder! Giménez moet eraf trouwens. We brengen Janssen erin. Boeces. Amin. Gaan we jou de kans geven? Min 3. Maar ja. Is dit de wedstrijd dan? We gaan het anders doen. Dilrosun. Wålemark een andere keer, man. Sorry. Timber moet eraf. Boulaude komt erin. En het blijft even zo, denk ik. Waarom is Boeces weer op de bank? Pedersen komt erin. En we laten het zo, jongens. Oh, kom op. Ik moet even inspringen, want het gaat niet echt tegen FC Emmen, man. 5 dubbele wissel aan de kant van Feyenoord. Alleen maar omdat we het zwaar hebben tegen FC Emmen. Ik heb 1 kans nodig, hè. Jullie weten dat. Ik heb 1 kans nodig. Gaan we dat doen? Wat is de paas? Dat is de paas misschien. Misschien is dat de paas. Is dat de paas? Ga ik het afmaken? Nee, ik maak het niet af, hè. Nee. Maar wacht even. Wålemark! Oh, natuurlijk die keeper. Oelslager? Was dat hem? Maar we hebben daar nog een... die keeper weer, hè. Bizar. Even wachten, hoor. Is dat van hem? Wat doe je nou, Wålemark? We hebben de bal. Tussendoor. Oké. Inspringen. Dit is weer een momentje. Pak Sau. Pak Sau. Pak het aan. En geen corner. Wel een corner. Oeh, waarom? Het gaat echt moeilijk tegen FC Emmen, man. Daar. Dat was de variant. Je moet die winnen, want anders is het klaar. Nou, wie geef je die? Bruh. Bizar. Hij levert de bal. Oké, dit moet hem worden. Szymański. Wat is dat? Even kijken. Dat was de... Sorry dat ik schreeuw, man. Sorry, man. Ik ben een beetje gepassioneerd. Maar let op dan. Dit had de paas moeten zijn. Wat is dit? Maar serieus, wat doe je dan? Maar waarom paas je niet? Kijk waar hij paas... Snap je waarom ik zo begon aan de wedstrijd? Hoe ik reageerde? Voordat we begonnen met die simulatie. wat kan ik zeggen, maar we hebben gewoon punten laten liggen. En dat betekent die nummer 2 plek waarschijnlijk. Want we gaan PSV heeft gewonnen. Ajax op 2 punten. Ajax heeft verloren. Ja. Dus ja, dit was de kans, hè. Als we hadden, ja. Dan was dat gat groter naar Ajax, toch? Of niet? Ja. Ja, oké. We hebben het... Ja, kom op, man. Tegen FC Emmen, man. Philadelphia gaat akkoord met het contract voor Benita. Nou, Benita gaat vertrekken. Wie is dit? Waar is het geluid? Bruh. Ik hoor geen geluid. Ik hoor helemaal niks. Waar is het geluid? Laat maar. Even kijken, wacht even. Björkan is terug. Rasmussen. Dat betekent waarschijnlijk... Wij hebben dus geen backup voor centrale verdediger, hè? Nee, we hebben geen... We hebben een probleem. Luister, ik ga wat laten zien. Kijk, dit is wat ik doe. Ik ben aan het kijken voor een verdediger. Kijk, hier heb ik een paar. Ik heb gesorteerd op centrale verdedigers. Centerback staat er. Ja, man, je weet wat ik bedoel. In ieder geval, 20 jaar tot 20 jaar potentie vanaf de 80. Nou, dan krijg je dus dit lijstje. En, ik heb gedaan, echt gezicht, man. Ja, in ieder geval, ik heb gevonden Koulibaly. Weet je, we gaan kijken. Want hij is vrij goedkoop. We hebben maar 4 mil. We hebben gewoon backup nodig, man. En hij is wel een talentje. Koulibaly. Even kijken, hoe heet hij ook weer? Ben jij het? Volgens mij ben jij het, hè? Jawel, man. Ja, man. Jij bent het. Oké. We gaan je scouten. Ik heb John Guidetti gezegd. Had ik... Iemand zei dat, toch? John Guidetti. Ik had toch gezegd... Had ik het gezegd? Volgens mij wel. Volgens mij wel. Oké. En we hebben de informatie voor Hilgers. Even kijken. John Guidetti, 30 jaar, 71 algemeen. Zijn snelheid is dramatisch. Maar hij is wel gewoon echt een Feyenoord-legende, man. Ook al speelde hij niet heel lang bij Feyenoord, maar... Zo goed deed hij het dus. 1,8 maar. We zouden Koulibaly kunnen halen en Guidetti. Kijk, ik denk Hilgers, 21 jaar, 72 algemeen is te duur. Nee, gaat hem niet worden. Dus we gaan... Bro, ik had het niet eens verwacht, man. Tussen de 2,2 en 1,8. John Guidetti terug naar Feyenoord. Die... Bro. Bro. Hé, waarom laat hij... Waarom duurt zo lang dat laden? Is dat geluid weer weg? Bruh. Het geluid is weg. FIFA, jullie hebben iets... Nou, maar, oh, dit is er wel. Maar het achtergrondgeluid is weg. Ja, oké, man. We beginnen natuurlijk gewoon lekker laag. Want we gaan niet te veel betalen voor... Nee, man. Nee, man. 1,8. Voor Guidetti. John Guidetti terug naar Feyenoord. Hij is wel echt kapot langzaam. We hebben een deal. Had ik lager moeten bieden? Maar 1,8 is een mooi... Ja, is gewoon een mooi bedrag. Hij is wel nog steeds een 71 algemeen, hè. En hij, hij wordt een bankspeler. En daar kunnen we misschien wel Janssen op een andere plek zetten. Maar ja, weet je, we kunnen hem gewoon op elke plek zetten. Want hij is gewoon zo gruwelijk. Oké. Salaris. We gaan even kijken. 71 algemeen. We moeten wel even gaan kijken hoeveel je verdient bij Feyenoord. Want dat is wel belangrijk, weet je. Ik bedoel van... Hier. Jahanbakhsh. 9k maar. Dat is heel weinig. Paxiao, 8k. 7, ja, je verdient wel rond dat bedrag. Alleen, ik denk niet dat hij dat verdient daar. Misschien wel, ik weet niet. Misschien nu wel trouwens. Als ik dit doe, delegeren. Wat krijg ik dan te zien? Tussen de 7100 en 10k. Oké, ja, we gaan kijken. We gaan kijken, John Guidetti. Het laden duurt extreem lang. Dit is een... Dit heb ik net niet eerder gezien. Dit is PlayStation 5. Waarom doen jullie alsof jullie... Mijn PlayStation 5 gedraagt zich als mijn... PC, toen hij, weet toch, daar hebben we Guidetti met echt gezegd, sporadisch. Juist, accepteren wij. Contract duurt 3 jaar, dat is wel veel. Maar je bent een legende van Feyenoord, man. Wat doen het wel? Als dat is wat je wilt, weet je? We zeggen nee, geen afkoopclausule, oké, salaris. Dan beginnen we bij het laagste, want ze zeiden dus tussen de 71 of zo en 10k. Tekenbonus, we hebben niet heel veel geld. We hebben helemaal geen geld. Dat gaat een probleem worden. We hebben al het geld nodig, man. Hopelijk. We hebben echt al het geld nodig. Want we willen... Bord indienen. Misschien moeten we iemand gaan verkopen dan, man. Straks kunnen we dingen niet halen. Wait, wacht even. Hij is binnen. Oké, dus alleen nog Koulibaly. Maar ik weet niet of we genoeg geld hebben. Het kan zijn dat ik het heb verpest. En we hebben een centrale verdediger nodig. Hier hebben we John Guidetti. Zie je, dit is wat ik bedoel. Ik zeg dingen niet zomaar. Jullie weten dat ondertussen. Kijk. FIFA, wat is er aan de hand dan? Geen achtergrondmuziek. Is dit sinds die laatste update of zo? Het zijn wel mooie beelden, maar weet toch? Was geen goed begin. John Guidetti, terug bro. Terug. Hé, wacht even. Ik moet het opnemen. Sorry man, ik moet het even opnemen. Ik heb bijna geen ruimte meer op mijn PlayStation 5. Maar we gaan het opnemen. En als mijn PlayStation 5 crasht, het is wat het is. Kijk, want screenshot moet ik straks maken. Man. Ah, ha, ha, ha. Jullie weten al, de screenshot. Jullie weten het. Oké, we kunnen stoppen, want ik heb geen ruimte meer. Ik heb... Stop. John Guidetti, was dat een goed bedrag? Een C? Ik had dus ja, oké, goede prijs, maar ik had dus hoeveel? 405. Dat hadden we goed kunnen gebruiken voor Koulibaly. We gaan ondertussen de volgende wedstrijd simuleren, hè? Ja. Simuleren. We gaan weer Ceballos. Wie staat... Wacht even, man. Even kijken. Boeces. We geven Ceballos weer de kans. Ja toch, we gaan een beetje rouleren, man. Want dit is gesimuleerde wedstrijd. Ja, oké, dan gaan we dat doen. Wacht even. Waar ben je dan? Hier, sorry. Voor de rest... Weet je wat, Dilrosun, we geven nu eventjes Wålemark de kant, man. Hij krijgt ook heel veel aanbiedingen, dus misschien zit ook potentie in hem. Voor de rest gaan we het zo laten. Volgende wedstrijd gaan we simuleren. We gaan ook gewoon meteen. Wedstrijd simuleren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En zeker weer geen achtergrond. Oh, hier wel. Oké. Wat kan Wålemark? Wat kan Ceballos? Nummer 5. Wie is dat? Karsdorp. Dat had gewoon een doelpunt mogen zijn. We zijn lekker begonnen aan de wedstrijd, hoor. Volgende corner. 9 minuten pas gespeeld en nu al 3 corners of zo. We hebben weer de bal. Wat is er gebeurd? Wauw. Jammer. Zal ik het doen? Giménez. Hij... Bruh. Oh-oh. Oh-oh. Juist. Dit ga ik zelf doen, want het gebeurt niet, man. Wålemark, go. Zo, dit is bizar slecht, man. Wat gaan we doen dan? Eerst zelf is weer bijna... Ai, het gaat gewoon niet, man. Ik moet zelf het gaan creëren. Het werkt niet, dit, man. We moeten echt niet te veel punten gaan laten liggen, daarom. Raak we weer de bal kwijt of niet? Dit wordt lastig, hè? Dan gaan we dan. Szymański. Ach, kom op, man. Hij is links. Hij schiet met rechts. Eerst zelf is voorbij. Counter? Nee? Of, ja of nee? Ja of nee? Want ik ga meedoen. Nee, dat gaat hem niet worden. Juist, ik zie het. Ik zie het. Mooie paas, Timber. Doe je goed. Ceballos. Mot! Schiet! Gaat hij erin? Hij gaat erin. Is het een doelpunt? Alsjeblieft. Ga niet raar doen. Ah, hou op! Bruh. Ik ben er bijna klaar mee. De pech is bizar, man. Dit is echt. Bro, we... Go Ahead Eagles FC. We kunnen niet eens winnen van hun. Einde, titel, aspiraties of zo, man. Ik ga het zelf doen, Giménez. Ik ga het zelf doen. Lekker! 1-0 voor, eindelijk. Maar nu. En je weet hoe dit werkt. Het mag niet waar zijn. Het is net als de vorige aflevering. Meteen na ons... Waarom? Hoezo dat? Ik ga kijken wat ik kan. Ik denk dat die 33 hem gaat pakken misschien. Zag je dat? Ah! Ik kom er niet eens bij! Simulatie! Doe het niet! Kom op, man. Kom op. Kökçü. Oké, wachten. Wålemark op Giménez. Doe maar. Kijk waar die bal valt. Perfect voor God. Fluit maar af. Fluit af! Scheids! Fluit af! Ik ga een rode kaart vangen anders, bro! We hebben gewonnen. Luister dan. AZ heeft ook gewonnen. Wat een wedstrijd, man. Bizar dat ik dat moest doen gewoon allemaal. Even kijken, hoor. PSV. Ja, we zijn terug. Dus als wij die eerste wedstrijd hadden gewonnen, hadden we 46 punten. Nou ja, oké. Weet je, ik ga niet klagen. Wat is dit? Ceballos? Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar blijkbaar... Ik weet niet, oké? Ja. Oké, we hebben de gesimuleerde wedstrijden gehad, man. Dit is de eerste wedstrijd. We nemen het op tegen Heerenveen. Heerenveen is... waar is de informatie van Koulibaly trouwens? Daar is de informatie! Koulibaly moet kosten tussen de 2,4 en 1,9. We hebben denk ik niet genoeg geld, man. Ik ga het gewoon proberen, maar ik denk dat het niet gaat lukken. We hebben niet genoeg geld. Kijk hoeveel we hebben. 1,4 maar. Ruilen. Wacht even, we kunnen misschien ruilen. We kunnen misschien ruilen. Maar voor wie? Middenveld, even kijken. Ah, juist. Wiever. En ik weet, ja, Mats Wiever in het echt speelt goed voor Feyenoord. Maar dit is natuurlijk wat anders. Wacht even, voor de zekerheid. Even kijken. Oeh, wacht even. Dit zou wel een... Tabouni... Jahanbakhsh, dit, wacht even. Oké, we moeten een keuze gaan maken. Ik zit te denken dan aan... Alireza, Jahanbakhsh heeft er echt gezegd. Dat zou... weet je, ik bedoel van... Maar ja, Alireza, ik denk dat het tijd is, mijn guy. We gaan het proberen. We gaan het proberen. Eigenlijk moeten ze ons geld geven, want hij kost natuurlijk ietsjes meer. Bot indienen. Jahanbakhsh naar Borussia Dortmund. Dat is wel een bizarre, hè? Ze willen geld erbij. Omdat natuurlijk Koulibaly heeft die potentie. Jullie krijgen een mail. Niet gierig doen. We willen graag Koulibaly overnemen. We moeten een week wachten, man. Ja, oké, het is wat het is. We gaan de wedstrijd spelen tegen Heerenveen. Heerenveen, even kijken. Krijgen we nog een mailtje voordat we... Ja, we krijgen alleen maar mail. Oh, volgende scout update. Oké, we gaan even kijken. Zit er iemand... Oké, we gaan meteen naar... Oeh, wacht even! Luc de Leeuw! LDL... Dubbel L... Ah, oké. Hou op, wacht. Het klonk beter in mijn hoofd dan... Oké, Marvin Kuipers. Dit zou ook kunnen. Even kijken. Waarde. Oké, dan gaan we meteen naar de jackpot, jongens. Luc de Leeuw. Bro, je bent 16 met een volledige baard? Bruh. Jouw waarde valt zwaar tegen. Maar ja, we gaan je wel contracteren. We gaan even kijken. Luc de Leeuw. 16 jaar. Welke positie? Cam, CM, centraal. Oké, maar snelheid is goed, dribbelen is goed. Ja, oké, ik heb gekozen voor... Ik scout op fysiek sterke spelers. Dan krijg je dit. Kijk, kijk die stats. Dit is precies wat je wilt, man. Zit hem, alleen kracht. Waar is je kracht gebleven dan? Fysiek? Maakt niet uit. Kijk, versnelling, sprintsnelheid, balans, lenigheid. Hij heeft wel... Hij wil die skills in huis, man. Jawel, afmaken. Ja, oké, dat is niet erg, man. Even kijken. Bouwbeheersing is netjes. Dribbelen ook. Effect. Nauwkeurigheid, vrij trappen. Volleys. Ja, man. Er zit wel potentie in deze speler, hoor. Ontwikkelingsplan. Wat gaan we doen? Even kijken, hoor. Wat is het beste dan? Er staat hier geavanceerde speelmaker. Gaan we dat dan doen? We gaan het gewoon doen. Oké, de wedstrijd tegen Heerenveen gaat beginnen. Heerenveen staat op plek 6. Ze doen het echt heel goed. Maar wij... We willen natuurlijk die koppositie overnemen. En we moeten dus gewoon winnen. We hebben nog maar 1 keer verloren dit seizoen. Heb ik mezelf gejinxed? Ik ben de koning van de jinx, hè. Gewoon plek 6, Heerenveen, hè. Even kijken, waarom? Van Hooijdonk met 10. Wij hebben Giménez met 13. Bijna de topscorer van de eredivisie, my guys. Heerenveen heeft dus Van Hooijdonk. Misschien een speler voor Feyenoord? Kan niet eens, want we hebben gewoon geen geld voor dat, man. Even kijken. Nee, man, het is Hooijdonk. Van Hooijdonk draagt Heerenveen op zijn rug. Noppert niet, want Noppert maakte zware fout in de vorige wedstrijd tegen... Die we hadden gespeeld tegen Heerenveen. Kijk hier. Van Hooijdonk op plek 14. Hij is de grote man bij Heerenveen. Wij hebben... Even kijken. Giménez dus met 13. Juist. En hier hebben wij... Ceballos met 6. Ceballos, je gaat de kans krijgen, man. Wacht even. Ceballos, je speelt al volgens mij, hè? Juist. Oké, maar even kijken naar de bank. Want... We hebben natuurlijk... Guidetti! Helemaal... Sorry dat ik schreeuw. Marciano... Marciano, jouw contract moeten we volgens mij verlengen. Ik moet het wel snel doen. Oh ja, en we hebben het talent. El Khannouss. Dat was dus dat filmpje, hè? Dat was die Bro, El Khannouss. Maar voor wie? Kijk, Amin. Ik ga voor Boulaude. Ik wil het wel proberen, man. Wacht even, hoor. Ja, man. Weet je wat het lastig is van Boulaude? Zijn versnelling is 10 punten lager dan sprintsnelheid. En van El Khannouss is 7 punten hoger. Ik ga het gewoon proberen. El Khannouss op de bank. Waarschijnlijk zijn debuut. Tegen Heerenveen hopelijk wel. Wow. Ja, is dat Kökçü? Aanvoerder? Ja, oké. Volgende wedstrijd. Nee, man. Is dit, dit is pas de eerste wedstrijd van deze aflevering. Bro, we zijn nou... Bro, het is al een uurtje. Van Hooijdonk is de grote man bij Heerenveen. Misschien ooit in de toekomst, misschien spits van Feyenoord, geen idee. Maar ja, kijk, we hebben dus Guidetti gehaald. Bro, hij gaat sowieso minuten krijgen. Sowieso, ik ben benieuwd. Kijk, Giménez is ongetwijfeld de nummer 1 spits van Feyenoord, weet je. We hebben Guidetti niet gehaald voor in de basis. Maar hij gaat sowieso kansen krijgen, man. Sowieso. Net als, hoe heet het ook alweer? Oké, ik ga niet zeggen, want anders zo best ik het. El Khannouss? Wacht even. Ik moet het doen. El Khannouss, ik had het gewoon goed. Zie je? We gaan kijken naar de 11 van Heerenveen. Noppert op doel. Van Ewijk staat in het echt onder belangstelling van topclubs in de Eredivisie en ook buitenland. Van Beek, ex-Feyenoord natuurlijk. Halilovic, Zar. Van Hooijdonk natuurlijk in de spits. 5 verdedigers, ja oké, dat weten we, want we hebben al eerder tegen ze gespeeld. Dit zijn de 11 van Feyenoord. En kijk naar de bank. John Guidetti en Bilal El Khannouss. Onze nieuwe aanwinsten, man. Juist. Maar ja, oké, we spelen natuurlijk wel met hetzelfde. Nee, waarom speelt Wålemark in plaats van... Oh ja, ik had hem de kans gegeven, sorry. En natuurlijk Ceballos als linksbuiten. De wedstrijd tegen Heerenveen gaat beginnen. Nummer 6 tegen de nummer 2. Simon. Zo, die blok. Overtreding, dankjewel. Ik wil ook geel zien dan. Ook geel. Szymański. Kom op, Szymański. Ik heb nog nooit een vrije trap gemaakt, man. Muziek aan. Let's go. Sven van Beek, ex-Feyenoord. We gaan voor die vrije trap. Nog één keer die smeerpijp. Ja, hij mist die bal compleet. Oké, kom op. Szymański gaat hem nemen, de linkspoot. Szymański gaat hem nemen, de linkspoot. Kom op. Kom op, Szymański. Szymański! Bruh. Ah, we hebben toch weer de bal. Szymański met je linkerbeen! Gadverdamme Noppert, nu doe je het wel. De international. Het staat 0-0 en ik weet niet wat... Ja, oké, we hebben goed 5 keer voor beide. Wauw, oké, maar ja, oké, we hebben Guidetti. We hebben... Ja, oké. Guidetti, ja, oké. Je hebt 1 taak, bro. 1 taak. Bizar. Bizar weer. Bizar. Bizar. Ah, kom op, man. Zo vloeiend. Zo vloeiend. Szymański. Ah, we gaan andere dingen doen, man. Szymański, je hebt het niet deze wedstrijd. Jammer. Dus, we brengen El Khannouss erin. We brengen Guidetti erin. We gaan het gewoon doen nu. De nieuwe spelers. Gadverdamme, man. Hij mist die... Kom op, hij mist die hele slijding, bro. We hebben gewoon echt geluk, man. Sorry, man. Rustig blijven. Rustig blijven, jongens. Wissel. Hé, hij kan toch niet? Lol. El Khannouss. Kökçü, je moet wat gaan doen. Als je buiten speelt. Gadverdamme, man. Allemaal, ik heb je niet gezien, man. Ik heb je de kans gegeven. Wat een Boeces. Boeces heb ik niet eens meegenomen, man. 0-0, man. Wålemark, ga maar lekker eraf, man. Je gaat buitenspel. Dat is... We hebben niet heel veel kansen. Guidetti. Gaat erin. Wait till you see the... No. Dit is echt bizar, man. De keeper komt gewoon super snel terug. Tikkie. En dan is het klaar. En die houdt hij ook perfect binnen. En dan hebben ze natuurlijk ook nog even de bal. Ah, we hebben gewoon weer punten laten liggen. AZ speelt gelijk. Dat is goed, denk ik. Maar ja, ze doen niet eens meer mee. We hebben gewoon weer punten laten... Ja, weet je, ik kan er niks anders van maken. We gaan even kijken naar de stand. Het vers... Ja, oké. Ik schrok, man. Als Ajax wint 43, als PSV wint 48. PSV blijft het doen. We hebben tenminste... Ja, oké, we hebben nog steeds... Nog niet verloren, wou ik zeggen. Maar dit voelt wel als een verlies aan, man. We gaan naar de wedstrijd tegen NEC Nijmegen. We hebben gewoon niet kunnen scoren tegen Heerenveen. NEC staat op plek 14. Ik ben diep teleurgesteld, man. NSC, even kijken. NSC, niemand. Weet je wat? We gaan naar de wedstrijd. Wat een wedstrijd tegen Heerenveen. Maar, ja, weet je, aan de andere kant, kijk, als de tegenstander ook heel veel kansen creëert, dan kan ik er wel mee leven. Alleen, we hebben gewoon wel echt pech, man. En Noppert die bal tegenhield toen hij het doel inging. wedstrijd. Zoveel pech hebben wij, man. Dit is de wedstrijd tegen NSC. We hebben een paar wijzigingen. Oké, Feyenoord zit in de mindere fase van de competitie. We gaan even kijken naar de 11 van Feyenoord. Boeces speelt weer, Giménez, Dilrosun speelt weer, Szymański, Timber, Kökçü, Kerkers, Hancko, Geertruida, Karsdorp, Bijlo. Even kijken. NSC, Doelund, Dimata, Sissoko, Tanana, Schöne, Matson, El Karawani, Kramer, Verdonk, Bronkhorst, Zellissen. Dat zijn de 11. Ze hebben natuurlijk een hele goede keeper. Dus je gaat er al sowieso vanuit. Scoren tegen NEC wordt lastiger. Ja, oké. Nee, maar Noppert is ook goed. Dat was die hele issue op het WK, hè? Giménez! Dankjewel, man! Kom op! We moeten weer winnen, man! Anders gaat... Weet je, als PSV... Ah, nee, maar we moeten gewoon deze winnen. Lekker gedaan voor Giménez, trouwens. Doelpunt nummer 15. In de competitie. De vorige wedstrijd niet gescoord. Maar ja, weet je, hij heeft weer gescoord. We staan voor met 1-0 tegen NEC Nijmegen. En wie geeft de assist? Volgens mij was het Timber. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij was het Timber. Mooi doelpunt van Giménez, man. Als ik het goed heb, hè. 14 doelpunten. Maar ik vind het wel een mooie balans. Maar hij kan de topscorer worden van de Eredivisie. Daarom reageer ik zo, weet je. Nou, hij is in de race, hè. Hij doet mee. Giménez! Oh, Zellissen. Mooi uit de lucht geplukt. Gewoon tegen. Nee. Hij kan alsnog schieten, man. Ik doe echt mijn best, maar... Ja, weet je. Ik heb echt niks te maken. We hebben weer... Het was niet eens de... Het was Geertruida. En we hebben gisteren... dit is dramatisch. Kan natuurlijk niet. Dit is dramatisch, man. Weer rood. Giménez wordt Geertruida. Ja, weet je, ik bedoel van... Timber zou misschien wel daar kunnen. Wacht even, ik ga het veranderen. Pedersen. En dan zetten we El Khannouss daar. En dan Szymański. Nee, wacht. Szymański. Wow! Szymański alleen in de achter. Rode kaart voor Geertruida. Dat betekent de volgende wedstrijd is hij er nu bij. Bizar. Wauw. Maar we staan nog steeds voor met 1-0. Het moest wel, man. Giménez slachtoffer natuurlijk, hè, want hij is vervangen. Ik dacht niet dat hij zou gaan scoren. Ik dacht het niet. Maar hij doet het gewoon wel. Dilrosun scoort. Wat een gruwelijke counter. Trouwens, Boeces met de assist volgens mij. Hè? Schiet. Hij mist open doel gewoon. Maar hij gaat niet passeren. Dat gaan we niet doen. Lang maar. Waarom wisten jullie niet naar de speler die die... Wow. Hey! NEC speelt echt fraudieus nu, hoor. Ik zeg het. Wat een paas. Ja, en weet je wat er gaat gebeuren nu? Nu gaat het weer extra lastig worden. Tanana! Hoe? Wat doe je? Kerkers. Hij is weg. Kerkers is geklopt. Dilrosun. Boeces! Met jouw snelheid! Hij houdt hem binnen. Die modder... LOL! Ja! LOL! Oh mijn. We hebben gewonnen met 2-1 van NEC. Wat een wedstrijd, man. Maar... Ik moet even gaan kijken. 7 keer geschoten tegenover 3. Ja, oké. Weet je, we hebben gewoon gewonnen. Nu moeten we even gaan kijken. Wat heeft PSV gedaan? PSV. AZ heeft gelijk gespeeld. Wauw, AZ gaat echt super slecht. Heerenveen heeft gewonnen. En dit is de stand. Ah, ja, oké. PSV, als ze winnen, staan ze... Oké, we gaan ons concentreren, jongens. Oké, de volgende wedstrijd is de kwartfinale tegen Sparta. Ai. We gaan ook gewoon meteen naar de wedstrijd, man. Maar even kijken. Staat alles goed? Ceballos, Giménez, Wålemark, Nee. Dilrosun gaat spelen. Wålemark is gewoon echt nu officieel een bankspeler. Ik heb het een paar keer geprobeerd, een paar keer gefaald. Even kijken. Voor de rest staat het goed, hè? Janssen. Wie is op de bank die wie mee moet? Boeces moet sowieso op de bank. Guidetti heeft nog niet gescoord. Wow. Maar wacht even. Die rode kaart is voor in de Eredivisie. Die hoort niet mee te doen, niet voor de bekerwedstrijd. Lol. Timber, jij moet, ja, want ja, we hebben nog steeds geen informatie van Koulibaly. Weet je? Boeces, ik denk dat je moet gaan spelen, man. Ik denk het wel. En dan ga je gewoon als 10 spelen. Juist, oké, we gaan. Nee, wacht. Geertruida. Bro. Dit is de kwartfinale van de Oranje Beker. We gaan het opnemen tegen onze stadsgenoot Sparta. En de laatste keer dat we speelden tegen Sparta hadden wij het super zwaar. We hebben het sowieso super zwaar de laatste paar wedstrijden. Dat is best wel jammer, want ja, weet je, we naderen nu wel natuurlijk de tweede helft van het seizoen. En PSV begint nu wel echt te vlammen en Feyenoord niet. Dat is niet de juiste combinatie. Maar goed, dit zijn de 11 van Sparta. Ja, oké, Engels, Vriends, Awazar. Even kijken. We hadden het gewoon zwaar, maar tegen Sparta. Hopelijk. Ja, oké, we missen Geertruida. Kijk, Timber speelt nu wel als centrale verdediger. Hij kan daar wel spelen. Maar ja, weet je, het middenveld is nu ook, weet je, een klein beetje verzwakt met Boeces. Maar ja, aan de andere kant, Szymański is zo goed. Boeces kan wel spelen als aanvallende middenvelder, sowieso. Dit zijn de 11. Bijlo, Karsdorp, Timber, Hancko, Kerkers, Kökçü, Szymański, Boeces, Dilrosun, Giménez, Ceballos. En op de bank weer Guidetti, nog niet gescoord. Misschien deze wedstrijd. Misschien deze wedstrijd. Zo, Karsdorp, ben jij even bezig? Hebben we toch de kans. Twee keer Dilrosun willen bereiken, alsof het niet mag. 3 keer is scheepsrecht. Wat? Maakt niet uit, we staan voor. Dilrosun. Hij krijgt, nee, hij krijgt waarschijnlijk niet het doelpunt op zijn naam. Nee, kan niet. Dat kan echt niet. Want, nee. Nee, het is eigen doelpunt van Sparta. Dan was dat voorpunt 1-0. Hier. Hij wou hem geven op Ceballos. En dan... Oeh. Misschien, want het ging via de been van de keeper. Ja, dit is volgens mij wel het doelpunt om naam van Dilrosun, hoor. Volgens mij wel. Laat me even controleren. Het is inderdaad Dilrosun met het... Wow, oké, we staan voor 8 minuten, hè. We hebben pas 8 minuten gespeeld. We hebben de bal. We hebben het overleefd. Szymański, ga maar. Szymański heeft echt alle ruimte, hè. Szymański, zie! Vanaf de 6 positie, hè. Snap je wat ik bedoel? Snap je wat ik bedoel? Vanaf de 6 positie. Wat komt er voor? Ceballos! Oh, wat een keeper. Daar kan je gewoon niks mee, man. De laatste tijd werkt dit niet meer, die variant, man. Hey! Oh! Boeces. Oh. Szymański! Jongen! 2-0! Zoveel schoten op doel, man. Hier, schot 1. Schot... Oh, dat was het doelpunt? Oké, maar daarvoor had ik ook... ja, oké. Luister dan, we staan voor met 2-0. Dat betekent Guidetti kan gaan spelen. Ik ga het gewoon nu doen, want ik wil zo graag dat hij scoort, man. Daar hebben we Guidetti. John Guidetti voor Giménez. Kom op, man, Guidetti. Je hebt nog niet gescoord, man. Kom op. En Guidetti weer gestopt. Dit is... Alles wordt gewoon meteen... Guidetti! Mother! Guidetti! Nee, laat maar. Hij mag de scoren. Hij gaat anders doen. Laatste kans. 6 keer... Okay. Laatste kans. Guidetti! Terug in de Eredivisie! Lekker! Eindelijk! Hij scoort gewoon, hè? Hij doet het gewoon wel. Yes, man. Weet je hoe hard hij heeft moeten werken voor dat doel? Wie geeft de assist? Karsdorp. Hancko krijgt de assist. De verdediger op de spits. En dit is het eerste doelpunt hier. Guidetti terug bij Feyenoord. Dit is een stukje geschiedenis, man. We hebben gewoon gewonnen met 3-0. Sparta ligt eruit. Wij gaan door naar de volgende ronde. Ik was helemaal vergeten. AZ en volgens mij PSV zijn al uit het toernooi. Hey, we kunnen de beker echt wel pakken hoor met dit elftal. Zeker weten. Even kijken. Ajax gaat door. Feyenoord gaat door. Jammer. Dit is de stand in de Eredivisie. PSV 1. Wij staan op plek 2 met 3 punten. Achterstand op PSV. Maar wel een gat van 5 punten naar Ajax. Dat vind ik wel echt heel netjes hoor. Zeker. FC Utrecht doet het goed. Topscorer in de Eredivisie. Gakpo met 18. Hij blijft gewoon vlammen. Brobbey op 2 met 15. Giménez blijft wel lekker in de buurt hoor. Met 14. Het verschil is maar 4 doelpunten. Carson op 4. Wacht even. Laten we even verder kijken. Wie hebben wij nog meer? Wij hebben Dilrosun met 7 doelpunten. En wij hebben Szymański met 6. Tuurlijk Szymański. De koning van de assist. Poulsen met 7. Tadić met 6. Ocampos met 6. En Ceballos ook met 6. Heeft geen assist gegeven deze aflevering. Maar ja, hij staat weer in de basis. Dus dat gaat niet lang duren. Hopelijk. En ja, Szymański. 6 doelpunten. 5 assists. Szymański is gewoon de guy. Broski, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Kunnen we ook voor deze aflevering minimaal de 100 likes bereiken. Als je nog niet bent geabonneerd, abonneer dan nu op mijn kanaal. En vergeet natuurlijk niet om je belletje aan te zetten. Wat is natuurlijk heel belangrijk. En Moutsie.